12 ondernemers in 4 categorieën waren in de race voor de ondernemer van het jaar 2017 in de gemeente Schagen. Donderdagavond werden in de Ooievaar in Warmahuizen de winnaars bekendgemaakt. We hebben dit jaar gekozen voor een andere opzet. We hebben 3 topcategorieën, zoals industrie, bedrijven en agri, toerisme, recreatie en horeca en detailhandel. Daarnaast hebben we de startsprijs en de publieksprijs. We hebben het ons als commissie niet makkelijk gemaakt door te kiezen voor deze nieuwe opzet. We proberen zoveel mogelijk aan de hand van de criteria die we met elkaar opgesteld hebben een goed evenwichtig advies te geven voor deze lijst. Wij willen dan graag kijken naar ondernemers die zich op één manier hebben onderscheiden. Daarnaast kijken we ook altijd naar een goede verdeling over de gemeente Schagen, wat niet alles in één plaats plaatsvindt. Ik stel u dan voor om ook de vaart erin te houden deze avond om over te gaan tot de verkiezing van de ondernemer van het jaar. Maar zo kort bezig en we willen nog echt ons laten zien en onze naam moet nog echt bekend worden in de regio. Ja, en dan nu dit, dat helpt enorm. Ja, ja, verandert er daar iets voor jou? Nee, maar het is toch altijd wel, het streelt natuurlijk wel je ego, hè? Dat je wel op de goede manier bezig bent en dat het dus wel oppakt. Maar we gaan gewoon op dezelfde manier door zoals we eigenlijk tot nu toe gedaan hebben. Ja. Maar wel een stimulans. Ja, absoluut. Ja. En het woord starter klinkt al heel jong, hè? Dat vind ik al wel heel leuk. Ja, nee, het is echt wel, ja, weet je, dat je wel gezien wordt en dat het gewaardeerd wordt, dat vinden we heel erg leuk. Ik vind het heel leuk. We zijn in de tijd hebben het samen in het filmpje gemaakt. En ik vind het nu bijzonder leuk dat we er toch de ondernemer van het jaar geworden zijn. Dat overtreft toch mijn verwachtingen. Ik had het eigenlijk niet meer verwacht. Maar nou, als iedereen vroeg van, word je het? Dan zei ik, ja hoor, we worden het. Gisteren had ik de Kiwani Club nog bij me. Toen zei ik, nou, jullie moeten wel stemmen wie nog stemmen kan. Maar ja, dat kon niet meer. Maar ze zeiden wel, ze wensen me daar wel geluk voor. Ja. Verandert er daardoor iets voor je? Nou, dat ook weer niet. Dat ook weer niet. Ik ben er wel heel erg blij mee. En ik denk ook dat het daar, vooral naar mijn personeel, dat het zegt van, oh wauw, dat ze het leuk vinden om eens een keer meegemaakt te hebben. Dus er zijn er ook hier erg veel. We zijn er geloof ik met een man of 10 hier. Dus die vinden het ook leuk. Ja. Mooie stimulans. Mooie stimulans. En voor het bedrijf en voor het personeel. Als ik het filmpje terugkijk, Annette is nuchter, maar nu is het zover. En dan is het toch wel met heel je team, zoals we daar aan die tafel staan, top. Verandert er daardoor iets voor je? Nee, laten we zeggen, de batterij kan niet overvol, maar dat wordt hij wel, denk ik. Dat is toch echt helemaal fantastisch. Ik ben echt zo ontzettend blij. Ik vind het echt fantastisch. Had je het verwacht? Ik had niet verwacht. Nee, ik had niet per definitie verwacht dat ik zou winnen. Ik vond de nominatie sowieso echt al een hele eer. Veranderd
verandert er daardoor iets voor je? Ik voel me gewoon echt ontzettend gewaardeerd. Kijk, ik doe ook, ja, probeer heel veel te doen, ook voor het dorpsbelang. En ja, met zo'n prijs voel je gewoon echt heel erg gewaardeerd. Dus ik ben gewoon echt heel erg blij. Gefeliciteerd. Ja, bedankt.